Buitenlander, homo, autist, geadopteerd of Vlaming. Labels zijn overal en duwen iedereen in hokjes. Maar wat als ik me niet thuis voel in zo'n hokje? In deze podcast leg ik de labels open en bloot op tafel. Ik wil te weten komen hoe de mensen er echt uitzien achter hun labels. Wat betekenen onze labels? Hoe ga ik ermee om? Maar vooral, wie ben ik zonder mijn labels? Dit is Unlabelled. Hallo Gloria. Hallo, oh my god! dat heb jij hebt gemaakt? Yes, uh, <gasps> dat heb ik gemaakt. <laughs> Weet je, ik ben, ik ben super trots op u. Dank je, dank je. Mij was echt ontroerend. Heb jij dat? Ja, ik zie het. Mij, wauw. Amai, leuk compliment. Leuk compliment. Echt waar? Goed. Maar heb je er een beetje zin in? Ik heb er super veel zin in. Oké, okay, dat is wel heel leuk. Ik ben heel blij dat je hier bent trouwens. Op een of andere manier maak je mijn dag nu al goed. Maar Sowieso. Oké. Okay. ook die van mij. Amai. Ik wist echt niet dat je daar zo door geraakt zou zijn. Hoe bedoel je? Ik weet niet. Ja, gewoon. Dat ik, zo, ik heb dat echt. En daarna ga ik zwijgen hè. Maar uh, zo met zo ons groepje van de DWW21. Mm -hmm. als, als, als wij zo dingen doen.

Kijk wat kijk we wat doen. Maar dat heb ik ook wel. Dat gaat toch zo spontaan de vlam in je hart. Ja, gaan is, branden, hè. Zo, branden. Ik vind dat soms raar, omdat we kennen elkaar wel en we hebben elkaar op dat weekend gezien, maar ook niet supergoed. Nee, dat is waar. Maar toch heb ik zo'n heel groot gevoel van verbondenheid. Ja, dat is, dat is exact, inderdaad. Maar dat heb ik met. Want ja, ik ben niet de eerste die hier in de studio komt, maar dat heb ik met iedereen. Met iedereen is er een klik, met iedereen kan ik wel babbelen over de labels. En het leuke ook aan die hele groep is toch, dat we zo open zijn. En ja. We kunnen ook echt over alles babbelen. Ja. Ja, dat is. dat is echt leuk. Maar we gaan het vandaag hebben over jouw labels. Ja. En je mag zoals iedere aflevering um, ook jouw tekstje voorlezen als je daar klaar voor bent, mensen. Tuurlijk, tuurlijk. Ik ga het er even bij pakken. Tuurlijk, okay tuurlijk. Is. Neem je tijd. Um, ja, ik, ben, ik ben ook heel benieuwd wat je van die tekst weer gaat vinden. Ja. Dat is ook altijd een spannend uh, element. Want ja, zoals iedere tekst, uh, wordt ook niet van jou, worden je labels ja, eigenlijk in je gezicht uitgesmeerd. Ja. Uh, en best wel <laughs> heftig, kan ik me inbeelden. Ja. ja. Ik, ik zal hem even voorlezen. Ja, is goed. Hè? Toch? Als je er klaar voor bent, mag dat. Zeker. <coughs> Mijn naam is Gloria Monsrey. Ik ben twintig jaar oud en ik voel me niet veilig op straat. Ik mag niet gewoon vrouw zijn. Ook als ik me kwetsbaar opstel, dan is het hek van de dam. Soms snappen mensen het echt niet. Hè? Niet oké okay zijn, dat is toch ook oké. Okay? Maar wat echt dik oké okay is, is dat ik misschien wel de slimste mens ter wereld word. Mm, wat een teaser. Oh. Maar verhaal. Heftig. Ja, um, toen, je het, toen je het doorstuurde straks mm -hmm. en ik, ik las dat, dan had ik even zo'n knop in mijn maag. Zo van, oh fuck, nee, dat is te heftig. Ik moet dat nuanceren. En ik, ik, moet, ik begon dat al voor mezelf te minimaliseren. Ja, want je stuurde het ook, hè? Je stuurde het, maar ik het niet in mijn eigen woorden zeggen. Want voor de duidelijkheid, ik laat jullie die teksten wel lezen. Ja, ja, ja. Maar het, het punt is net dat die labels echt zo in je gezicht worden uitgesmeerd. Ja. Omdat, omdat ik de confrontatie wil aangaan met die labels. Ja. Het heeft gewerkt. <laughs> ja, ik, ik merk het. Ik merk het echt. Je bent ervan aangedaan. Hè? Ja, ja. Ik, ja, omdat ik dan gewoon meteen denk: van, oh fuck, eigenlijk heb ik het helemaal niet zo moeilijk. En mensen gaan denken: oh my god, zal wel. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar inderdaad, wat daar staat, dat is eigenlijk wel waar. Ja, en zo zie je maar dat ik ons 21, alleen de andere ambassadeurs, toch wel een beetje goed kennen. Ja. ja, eigenlijk, echt wel. Maar ja, zoals in iedere aflevering hangen ook. Bij jou die drie labels op drie ballonnen boven onze hoofden. Ja. Um, en je mag het labeltje waar dat jij het moeilijkst mee hebt, of waar jij de meest uh, stereotype voordelen aan verbonden um, vindt, degene waar jij het meest mee struggelt, die mag je, je doorprikken? Um, slimste mens ga ik sowieso niet doen, want dat is voor mij super oppervlakkig, omdat dat mm -hmm. vooral over mijn werk gaat en niet zozeer over mij als persoon. Allee, ook wel, maar dat kan ik zo harder loskoppelen van mezelf. Oké. Okay. Twijfels. Maar die twee andere, die neem je dan wel meer persoonlijk op. Ja, zeker. Okay. Het vrouw zijn en, en, en het kwetsbaar zijn, dat zijn twee dingen, dat zijn de grootste dingen waar ik mee struggle in mijn leven. Um, en het vrouw zijn, dat is meer van de laatste jaren, meer sinds ik me bewust ben daarvan. En dat is soms zo in pieken en in, en in uitspraken en in gesprekken met mensen komt dat vaak boven, maar dat kwetsbaar zijn... Ja, ik zie je naar die ballon kijken. Over de volledige lijn, dus ik ga dat gewoon. Uh, ja, dat is het duidelijk. Ja, ik het du Ja, ja, tuurlijk. Oh, altijd een spannend moment, maar. Oh, my God. Ja, het is luid, hè? Het is echt luid. Oh, Oké, okay, een knal van een opening. Ja, echt. Dus die kwetsbare ballon die heeft Gloria net keihard doorprikt. Ja, inderdaad. K kan je eens vertellen waarom specifiek kwetsbaar zijn, waarom je het daar zo moeilijk mee hebt? Um, omdat het ding is. Ik dacht altijd, en, en ik denk dat op sommige momenten nog altijd van mezelf, dat ik altijd uh, vind en vond dat ik daar uh, heel goed in ben. In mij kwetsbaar opstellen. Maar eigenlijk is dat een beetje, is dat een, beetje een, een, een sluier of zo, of een, of een valse gedachte, want ik ween heel veel. Dus ik denk altijd, ah, oké, okay, maar ik kan heel veel wenen en ik weet ook waar mensen bij zijn, dus ik kan mij goed kwetsbaar opstellen. Maar dat is echt, dat is echt niet hetzelfde. Want voor heel veel mensen is dat wenen, hun kwetsbaar opstellen. Maar voor mij is dat zoiets wat, wat een gewoonte is bij mij, dat ik me daar zo'n beetje achter verstop. Snap je wat ik bedoel? Dat, ik, dat, dat als ik zeg, ik kan me heel goed kwetsbaar opstellen, want ik ween heel veel, ja, ik gebruik dat om mij weer al achter ja. te verstoppen, omdat dat bij mij gewoon vanzelf gaat. Maar ik vraag me dan nou wel af, wat betekent kwetsbaar opstellen dan echt voor jou? Of je, Wat echt? doe je als je je echt kwetsbaar opstelt? Of op welke momenten gebeurt dat dan? Want ja, als je zegt dat... dat ja je wint heel veel en misschien ook in, in publiek of ja onplein publiek mm -hmm. ja. Dan, dan is dat niet meer echt je kwetsbaar opstellen want je verstopt je daar achter een beetje nee omdat ik me daar eigenlijk heel comfortabel in voel okay. in Wenen um, en ik merk heel hard het eerste wat ik doe als ik me echt kwetsbaar opstel dan merk ik aan ik die meteen een strijd heb in mijn hoofd met nee 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 Mensen gaan denken dat ik niet sterk genoeg in mijn schoenen sta. Nee, nee, nee. Mensen gaan denken... Nee, nee, ik moet de girlboss zijn. Mm -hmm. nee, 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 nee. Ik moet uh, makkelijk zijn om mee samen te leven. En ik moet uh, iemand zijn waarvan mensen zeggen... Ah, oh, maar nee, Gloria. Dat is echt een toffe en, 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 en daar heb je echt nooit problemen mee. Snap je wat ik bedoel? Ja, die, altijd die happy face naar ja. buiten te komen. En ook zo dat de, um, de people pleaser in mij. Ja. Mijn ouders zijn gescheiden, al van toen ik drie jaar was. En ik merk heel hard dat ik altijd er altijd alles aan heb gedaan... Um, om, ik tik daar echt op. Mensen die, die blij worden van iets wat ik doe of iets wat ik zeg. Als ik zei tegen papa: Ik kom bij kerstavond naar u. Dan zei papa: oh, Echt waar, oh, hoe tof. Ja, ja. En ik zou zelfs tegen mama zeggen: Ik kom bij kerstavond naar u. Om die ook te horen zeggen: oh, Is dat echt? Om dan uiteindelijk te moeten zeggen: ah, ja, nee, Ik ga er toch niet geraken. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar waar creëer je dan een eigen safe space? Want als je altijd die, die anderen voor je voorop stelt. Alleen, waar, waar heb je dan die, die ruimte voor jezelf nog? Uh, ja, goede vraag. Uh, ja, dat is iets waar ik de laatste, het laatste jaar, de laatste twee jaar, sinds ik uit het middelbaar ben, waar ik super hard mee struggle. Want uh, ja, ik heb dat niet. Bedoel je uh, sinds je uit het middelbaar komt, omdat je daar wel een safe space had of net helemaal niet? Omdat ik daar structuur had en omdat ik daar volgens, een, volgens regels kon leven. En iemand zei iets wat ik moest doen en ik kon dat gewoon doen. En daarbinnenin voelde ik mij veilig genoeg. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja je, had, je had een omgeving waarin je kon leven. En, dat en waarin, was een was, ja, waarin, waarin een was. Ja, inderdaad. Waarin een ritme was dat altijd hetzelfde was. Terwijl mijn leven was super chaotisch. Uh, eerst wisselde ik op woensdag tussen mijn ouders, dan op maandag. Dan koos ik wanneer, ik wanneer ik wisselde tussen de twee huizen. Mijn mama is verhuisd, we zijn veel verhuisd. Dan woonden zij in Lier. Mijn papa nog altijd in Leuven, waar ik ben opgegroeid. Dus uh, schipperde ik wat daartussen. Had ik, had ik al eens een lief... Was ik daar vaak thuis? Dus buiten school was mijn leven super chaotisch. En, en, en op school was ik natuurlijk even chaotisch als ik ben, maar wel binnen, bepaalde, binnen de bepaalde um, ruimte dat er voor was. Er was, een, er was een grens en er was een afbakening. Mm -hmm. En ik merk dat ik dat, ik mis dat super hard Ik kan daar echt. Ik, ja, ik word daar super emotioneel van. Ik heb dat nu ook, ik, omdat ik dat. Ja, omdat ik niet weet hoe ik het moet doen. En ik vind dat heel moeilijk om dat toe te geven. Dus je mist ergens ook wel de structuur ja, in je leven op dit moment. Super hard, want ik heb dan even alleen gewoond en dat deed mij goed. Maar ik, ik zat ook nog altijd veel op de trein en dan was ik toch even bij papa, of toch bij mama, of toch bij mijn lief. En, en ik was niet altijd thuis en ik kookte niet voor mezelf. Ik, ik was daar te toch het is voor. Maar het ding was ook, ik zocht dat ook op, omdat ik dat gewoon ben. Ja, ja, Snap ja. je wat ik bedoel? Ja, ik herken me daarin. Dus, dus mijn, mijn, ik heb altijd mijn toiletzak mm -hmm. bij. Want stel, en ik ga ja, ja. soms om middernacht nog naar mijn, naar mijn lief, omdat uh, who cares? Terwijl ja, dat ik eigenlijk meer rust zou vinden in gewoon eens een avond thuisblijven. En ik weet dat ook, maar toch zoek ik dat altijd op. En zit ik altijd met 15 zakken op de trein nog onderweg naar ergens? Dus je zegt, ik zou liever eens een avond thuis blijven gewoon om wat tijd voor mezelf te pakken. Is dat dan een van die dingen waar je echt kan zeggen: hier kom ik tot rust, dit is tijd voor mezelf, dit is mijn safe space? Om eens even alleen te zijn? Ja, maar uh, ik ben daar niet, nog niet sterk genoeg voor, ik bedoel, omdat je? ik dan te onrustig word. Als ik dan alleen ben, dan ja, ik, ik ben dan heel onrustig en ik denk dan zo. Moet ik niet naar de winkel gaan? Zal ik niet iets koken? Misschien moet ik beginnen met uh, een boek te lezen. Oh, dat lukt niet goed. Misschien moet ik toch uh, een film beginnen zien. Hè? Eigenlijk vind ik dat een beetje zijn. Misschien moet ik toch naar mijn vriendin rijden. 90 kilometer van hier. Of misschien moet ik naar de zee rijden. Of misschien moet ik de trein pakken. Naar ergens waar ik het <laughs> nog niet van weet. Ik heb nog nooit zoveel gedachten gaan gehoord op 30 seconden. Tijd. Ah, wel, snap je? Ja. Yeah. Um, en, en ik struggle daar heel hard mee. En, en dan is het ding. Um, ik ben op mijn 14 wel. Uh, Alleen ben ik naar een psycholoog gegaan. Om een beetje te babbelen over de scheiding en over hoe ik mij voelde. Omdat ik het gevoel had van... Ik heb dat nodig. Uh, ik moet die, die, die veilige plek... Ik moet dat maken voor mezelf. En ik moet bij mezelf kunnen komen. En kwetsbaar durven zijn. En dan heb ik dat even gedaan. En dan was dat... Is dat ja, ik herinner me er ook amper iets van. Omdat ik gewoon babbelde en babbelde en babbelde. Maar ik ging niet... Ik zei niet echt wat het er was. Omdat ik het ook gewoon nog niet wist. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Exact. Ik want, ook maar... gewoon dat ik niet zo'n goede psycholoog had. Want ik had het gevoel dat ik die heel veel kon wijsmaken. Oké. Okay. En, en dat lag ook heel erg aan mij, hè? Ja, maar is dat op een bepaalde manier ook niet gewoon het, het, um, ja, het goede om van, een, van naar een psycholoog te gaan? Dat je gewoon even er alles kan uitlaten zonder dat iemand... Je judged? Ja, maar ik zei niet alles, snap je? Ah, die ja, ja. Lezen. Er was wel nog een. Ja, oké, okay, opnieuw. Ik wou die en ik zei gewoon alle goede dingen over mezelf. Oké. Okay. Snap je? Ja. Dat echt fucked up is, ik weet dat ook. En ik ben daar heel erg. Ik heb dat toen echt beseft. Ik heb dat ook niet tegen mijn ouders gezegd. Ik, ik kan daar zeggen wat ik wil en ik vind dat zalig. Ik kan gewoon zeggen ja en dan help ik andere mensen heel de tijd. Terwijl dat is helemaal niet zo toen, hè? Mm -hmm. en, ja, ik weet niet. Dat vond ik ook dan nou zo gek. Van, ah, ik heb het soms moeilijk om echt mezelf te zijn. En dan ben ik nu, twee weken geleden, opnieuw naar de dokter geweest om te vragen van... Uh, ik heb hulp nodig. En ik merkte echt hoe moeilijk dat ik dat vond. Ik vond dat verschrikkelijk. En ik heb nu een nummer van een, uh, een, psych een, van een, um, een psycholoog waar ik naar moet bellen. En het nummer van het onderzoekscentrum, omdat ik mij ook moet laten testen op ADHD, omdat dat waarschijnlijk ook al wat rust in mijn hoofd zou kunnen brengen, omdat mijn dokter echt zegt van. Ik denk echt wel dat jij heel erg last hebt van ADHD. En het ding is dat, ja, als je je slecht voelt, dan versterkt dat dat als je ADHD hebt. En als je ADHD hebt, dan versterkt dat ook je slecht voelen. Dus het zou een verklaring kunnen zijn en weer een extra level. Ja, ne, inderdaad, maar zou je dat dan. Uh, rust. Zou je er meer rust in vinden dat je dan dat extra label nog eens opgeplakt krijgt? Het ding is, ik, ik weet het niet zo goed. Langs de ene kant heb ik het gevoel van, ah, ik wil dat weten. En dat zou mij opluchten. Maar langs de andere kant denk ik ook van... Maar dat is denk ik gewoon mijn valse ik die spreekt en die zegt van, je hebt dat niet nodig. En langs de andere kant denk ik van, nee, ik kan dat zelf wel oplossen. Ik heb dat niet nodig. Um, maar zoals je ziet, ben ik misschien wel twintig jaar, maar ik, ik, heb, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Van wat ik moet doen en dat is oké okay. en ik kan dat ik durf dat ook eindelijk zeggen en daarom dat ik dat kwetsbaar wou doorprikken, omdat ik heel hard heb beseft dat ik mezelf even een break moet geven van ik moet niet zeggen ja, tuurlijk ken ik die ken ik die um, ken ik die schrijver waarom zou ik die niet kennen tuurlijk ken ik die tuurlijk weet ik dat tuurlijk heb ik dat al gedaan ja maar ik kan dat gewoon zelf en, en ik regel het zelf wel en ik trek mijn plan wel ik zal mijn plan wel trekken, omdat ik, ik, ik kik daar dan zo op. Terwijl dat is helemaal niet. Ja, ik heb, ik heb 7 op 7 gewerkt deze week. Mm -hmm. oh, oh, Gloria. Ff, nog wel problematic. Ja, exact. Geen tijd voor jezelf. Nee. En bottom line: niet oké okay zijn is ook oké. Okay. Ja, exact. Maar net als in iedere aflevering wil ik dieper gaan dan enkel die labels. En wil ik te weten komen wie dat er echt voor mij zit, wie die prachtige verschijningen is die hier voor mij zit. Um, en daarvoor heb je ook een fragmentje meegenomen van iemand die je goed kent, die jou in drie woorden omschreven heeft. En wie heb je voor ons meegebracht? Um, mijn beste vriendin, Eva. En Eva ken ik al heel mijn leven. Wauw. Uh, ja, die woont dat is mijn buurmeisje. Die woont naast mij, nog altijd ook. Um, en ik weet hoe. Hoe uh, dankbaar ik daarvoor mag zijn en moet zijn. Want dat is echt mijn beste vriendin. Die is er al altijd geweest en ik weet ook dat die er altijd gaat zijn. Super bijzonder ook dat jullie al heel jullie leven naast elkaar wonen en al heel jullie leven beste vriendinnen zijn. Ja, en we wij, wij gaan altijd zo van vriendengroepje naar vriendengroepje, maar we blijven altijd zo met twee. Jullie met een twee. Ja. Oké. Okay. Ik maak me wel heel benieuwd uh, wat die persoon, wat Eva over jou uh, gezegd heeft. Dus we gaan eens luisteren. Hè? Als ik Gloria zou moeten beschrijven in drie woorden, zou ik zeggen. Um, energiek, impulsief en een super empathisch persoon. Oh. To the point. Maar ja. heel, heel positief is overigens. Toch? Kijk, hè? Ja, want ik, het gesprek wat we net hebben gehad, je, je, je cijfert jezelf enorm weg. En nu hoor ik dan dat fragmentje van Eva, van je beste vriendin, en die doet net het omgekeerde. Ja, maar dat impulsieve is ook wel niet alleen positief. Oké. Okay. Want ik denk dat ik daardoor veel. Uh... Ik denk ook mensen hebben pijn aan in mijn leven. Door ik ben super impulsief. Ik kan echt zeggen nu tegen nu: ik ga zelfs naar Gent. Okay. En dan in vijf minuten weten: ik ga toch naar huis gaan. En dan naar huis aan het rijden zijn en dan toch op de autostrade denken: ik, ga toch, ik ga toch naar Gent. Snap je? Ja. En daar daarmee boycott ik mezelf. Ja, hoe, hoe bedoel je? Omdat ik dan onrust creëer, ik creëer dat hele tijd voor mezelf omdat hij nooit weet uh, hoe de dag gaat eindigen. Ja. Zoals vandaag. Ja. Ja, ik moest werken op VRT. Van negen uh, tot twee normaal. En het ding is, ik was vroeger klaar. Wat had ik kunnen doen? Ik had hier kunnen blijven. Mijn slaatje kunnen opeten. Ik had alles bij. Ik had mijn boek bij. Ik had mijn pc bij. Ik had hier kunnen werken. Kan, ja, inderdaad. Kan ik had hier, hier perfect kunnen blijven. Ja. Want ik moest hier toch terug zijn. Maar wat heb ik gedaan? Ik ben over de ring van Brussel gereden, waar dat er file was, om naar Aalst te gaan, om mijn lief even te zien, om dan terug te rijden over de ring van Brussel. Beseft je hoe moeilijk ik het mezelf maak? Ja, je maakt het je moeilijk, maar heb je daar niet ook wel nood aan? Want ik kan, ik kan me voorstellen, in, in, je hebt net gezegd, ik heb zeven, zeven dagen op rij gewerkt. Ja, ik kan me voorstellen, veel tijd voor je lief. Is er misschien niet? Nee, dat is waar. Dus dan is het misschien ook wel gewoon je hart volgen op dat moment en zeggen van oké, okay, ik heb drie uur. Wat kan ik in die drie uur doen? Ik kan hier flink blijven verder werken. Of ik kan gewoon even een beetje tijd maken voor ja, mezelf, niet alleen mezelf, maar ook voor mijn lief, voor ons. Zo zie ik het dan. Nee, dat is weet... waar. Je hebt gelijk. Nee, je hebt gelijk. Dat is waar. En ik vind dat ook leuk. Dat ik dat kan, dat ik niet zo iemand ben, ik ga toch voor de veiligheid hier blijven, want als er dan file is en ik ben te laat. Dat ik zo ja. toch leef. Snap je wat ik bedoel? Exact, want voor hetzelfde geld had je te laat terug kunnen komen, mocht er file zijn. Maar je hebt toch het, ja, je hebt dat risico wel genomen. Mm -hmm. En als, mijn mening, als ja. mijn mening, ik apprecieer dat wel aan mensen: dat, dat ze risico durven nemen voor, voor, ja, voor vriendschappen of voor relaties. Um, dat, ja, ik doe dat zelf ook veel. Maar ik merk dat, dat van de mensen die dat weinig doen voor mij, daar krijg ik op een bepaalde manier te weinig van terug. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, want ik denk ook altijd, ik begrijp exact wat je bedoelt. Omdat ik altijd zeg: uh, waar je zelf het beste in zit, daar heb je eigenlijk vaak het meeste nood aan. Snap je wat ik exact, bedoel? Exact, ja. En ik ben heel goed in uh, cadeautjes kopen voor de mensen. Mm -hmm. Mensen verrassen door uh, wat ik vroeger heel vaak deed als ik nog niet kon rijden, was toch om elf uur nog de trein pakken, uh, bijvoorbeeld van Leuven naar Gent, om mm -hmm. toch nog mijn vrienden te zien, zonder dat te zeggen. Ja. Omdat ik dat zelf super fijn vind als mensen ineens toch aan mij gedacht hebben en mij dat niet op voorhand hebben laten weten. En zo. Omdat... Ik mis dat heel erg in zo'n wereld dat zo digitaal is, zo de spontaniteit mm -hmm. van dingen. Ik mis dat super hard. Ja, alles is gepland, hè. alles is op voorhand. Inderdaad, zeker, exact. Met fucking corona. Ja. ja. Moet alles afgesproken Wai. zijn, alles moet volgens de regels zijn. Pff. Ja, inderdaad. inderdaad. Ik, ja, ik, ik volg exact wat je bedoelt. Want ik was zelf ook zo iemand, ik, ik was. Ja, ik kon heel hard ook zo zijn van. Um, van oh, ik ga nu eens naar mijn vrienden of ik ga nu eens. Ik zie wel. Maar nu heb ik dan meer het gevoel van. Oh ja, maar als ik naar mijn vrienden ga, ik weet niet met hoeveel mensen we daar gaan samen zijn. Ja. breng ik andere mensen. Allee, pudding. At risk. Ja. En dan ben ik zoiets van, ja, maar als ik dan het weekend naar huis ga, want ik zit op kot in Leuven, ga ik dan naar huis? Neem ik het dan misschien mee? Zijn mijn, mijn ouders zijn ziek? En, nee. en al die dingen, dat, dat maakt wel dat je erover nadenkt hoeveel planning dat er nodig is. Ja. Maar inderdaad, de spontaniteit valt voor een groot stuk gewoon weg. Mm -hmm. Exact. Dus, ja. Daarom... Hoop je dat dat terugkomt? Ja. Zeker. Zeker. Omdat ik weet dat wij daar heel veel aan hebben als mens. Aan uh, impulsieve dingen doen, aan die spontaniteit. Aan gewoon. Um, op je intuïtie kunnen vertrouwen. Mm -hmm. En niet enkel dat cognitieve. Want alles is nu. Uh, onze, onze maatschappij is super hard gebaseerd op alles wat cognitief is. En je moet nadenken, je moet plannen, je moet, je moet uh, iets uitstippelen, je moet uh, formules van buiten leren op school. Je moet zien dat je punten behaalt. Maar het gaat veel te weinig over. Oké, okay, hoe kan ik die dingen aanvoelen? Hoe voel ik voor mezelf aan dat ik over mijn grenzen ben aan het gaan, dat iemand anders over mijn grens gaat? Omdat je dan, als je die twee kunt combineren, ja, veel sterker in je schoenen staat. Ja, uiteraard. Want je hebt niet enkel je hoofd, sorry. Mm -hmm. Alleen, ik bedoel, je mocht mij alle wetenschappelijke dingen geven wat je hebt. Mensen denken te weinig uit hun hart. Ja, want ik bedoel, dingen zoals liefde, dat kun je ook niet bewijzen, hè? wat dat dan nu juist is. Je kunt mij zeggen welke hormonen er vrijkomen, dat is zeker waar. Maar uiteindelijk, dat gevoel, die vonk. Ja, je buikgevoel, als je toch voelt dat er iets gaat mislopen, dat vind ik iets superbelangrijk En door uh, de tijd waar we in zitten en door ook, vind ik, bepaalde systemen binnen onze maatschappij, wordt dat opgesloten. Wordt dat achter, achter slot en grendel gestoken, die intuïtie? En dat vind ik ja, dat, dat, dat mis ik vaak, dat spontaan. Uh -huh. Uh -huh. Sorry. Um, nee, dat is niet echt. Ik heb het er even moeilijk mee, omdat inderdaad, um, ik voel die dingen heel hard aan. Om, ja, ik, um, ik heb ook... Je, je vertelde ook net de overstap van, van na het middelbaar naar het werkleven of naar het studentenleven. Het, voor mij was dat ook echt verschrikkelijk. Ja, um, ja omdat ik, um, ik had exact dit gevoel van... Van het draait alleen maar om kennis en, en naar de les gaan en chak 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 en dan in het studentenleven is het dan ook nog hey, je moet s'avonds dit en je moet s'avonds dat en je moet met, met de studentenkring dit en dat en ik wou daar heel graag in meegaan omdat ik heel graag nieuwe mensen leer kennen omdat ik heel graag bezig ben s'avonds en na school maar op een keer is het te veel mm -hmm. en, en dan, dan crasht het maar je gewoon te weinig bezig bent met, met ja, jezelf yeah. en met jezelf zijn dus ik herken het heel hard mm -hmm. um, ik vind het heel leuk om, om, om bij af te sluiten, want we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcastaflevering van Unlabeled. Maar zoals in iedere aflevering, heb ik ook nog een aantal dilemma's voor jou klaarstaan. Oh my god. Uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> echt dezelfde reactie bij, al, bij ons allemaal. Niemand heeft goesting in die dilemma's. Jawel, jawel. Want ik was gewoon even van, oh my god. <laughs> ben je daar goed in? Ben ik daar goed in? Dilemma's. Kan je snel keuzes maken, want je bent ook impulsief? Volgens Eva. Uh, ja, ik kan wel snel keuzes maken. Juist juiste zijn dat is voor de... Jawel. Ah, maar we gaan eens zien, hè. Je eerste dilemma. Je werkt voor Studio Brussel of Catnet. Kies er één. Catnet. Oké. Okay. Meestal is het Netflix en chill. Maar jij mag kiezen. Jij moet kiezen, liever. Netflix of chill. Maar chill als in seks? Of chill als in... Whatever you do at chill. Um, mm, dan liever gewoon chillen met mijn vrienden. Right. Toch? Ik weet niet. Logische keuze ja, lijkt like ja, mij ja. persoonlijk. Nee, echt. Zeker. Ja, die film mogen ze van mij ook afzetten. Hoor. Toch? Ja, right. <laughs> je partner heeft een van deze twee. Of die is de slimste mens ter wereld, of die is de grappigste mens ter wereld. grappigste mens ter wereld. Right? Heb je dat zo hard nodig, die humor? Ja. Ja? Ja, oh my super hard. Omdat ik vind dat... Um, zo hard dat ik kan wenen, hoe hard ik daarvan geniet, heb ik ook mijn lachen. En ik vind dat we dat meer op dezelfde lijn moeten zien. Mensen zeggen er nooit iets van... Als je keert, staat te lachen. Nooit. Mm -hmm. Misschien, oh, het is wel wel luid. Hè? Dat is yeah. <laughs> het. Stopt, ze gaan nooit ja. vragen, oei, hè, waarom? En safa. Maar als je staat te wenen, dan gaan denken mensen direct, oh, de wereld is ingestort. Yeah. We moeten nu ingrijpen, alles oké, okay, kunnen we u ergens naartoe brengen? Moet jij alleen zijn? Nee. En niemand heeft ooit door wat ze moeten doen op die momenten. Hè? Lachen jij wenen? Dan moet je zien, zoals, um, zoals eigenlijk ook goed en slecht. Niet dat het ene goed is of, goed, of het andere slecht, maar dat is één lijn. Mm -hmm. En het hangt gewoon ervan af waar je je op die lijn bevindt. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 ja. Je, moet gewoon dat, je moet dat behandelen als hetzelfde. Mm -hmm. Ja, net zoals als, als je lacht, dan zou iemand vragen waarom lach je om mee te kunnen lachen. Ja. Yeah. En ik, vind het, ik zou het mooi vinden mocht als je weent, iemand je knuffel geven en vragen waarom je weent. Ja, exact. En ze gewoon zeggen van. Ik kom er wel bij zitten. En dacht, right. Okay, ik ga niet... Ik zei daar ook vroeger altijd tegen mijn, tegen mijn leerkrachten, zeker mijn wiskundeleerkrachten, van: kijk, ik ga mijn punten terugkrijgen. Ik ga daar even over wenen. Mm -hmm. Maar je moet daar. laat dat gewoon zijn. Want ik haat als leerkrachten mensen naar buiten sturen of vragen of ze yeah. even weg willen gaan als ze aan het wenen zijn. Omdat je dan zo... Want anders bent. Dan dus maak je daar iets van. Exact. Dan maak je daar iets van. En ik vind dat je dan het moet, moet een, een plek geven mm -hmm. in je leven, zodat je daar ook makkelijker. Um, Bijgeraakt zonder je slecht te voelen. Snap je wat ik bedoel? Ja, en ook in dit geval van in de klas, dat gewoon je medeleerlingen en je medestudenten daar ja, aan gewoon worden. Inderdaad, ik ga nog één ding daarover zeggen, Tuurlijk. want uh, dat ik er niet hard over doorga. <laughs> um, ik speel mee in de Nieuwe kindermusical Musical. En dat, zijn, dat is een cast van allemaal kinderen. Tussen de negen en de zestien jaar. Dus superleuk. Ik denk dat ook zo'n stuk of twintig kinderen zijn. Een bijzonder boeiende leeftijd ook. Ja, heel fijn. En heel, heel verschillend in, 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 in hoe dat ze zijn, in, in wie dat ze zijn als persoon. En we hadden repetitie en ik had superveel stress. Ik voelde me niet goed en ik heb, ik heb moeten wenen nadat onze repetitie gedaan was. Mijn micro stond aan, dus iedereen hoorde dat en iedereen zag dat. Maar dat is oké okay voor mij. Ik had me daar even overgezet. Mensen mochten zien dat ik aan het wenen was. was een bekken aan mijn tand dat de micro nog opstond. En dat heel die studio dat hoorde. Maar ça va. Dat maakt er niet zoveel uit. En ik ben blij dat ik hen dat ook heb kunnen laten zien. Van kijk, je gaat dat nog veel zien. Ik ga nog veel wenen mm -hmm. en dat is oké. Okay. Dat is normaal. Dat is ja. ontlading. Net zoals dat je soms moet lachen als je hoort dat iemand gestorven is omdat je het lichaam niet weet hoe hij moet reageren, is dat hetzelfde met wenen. Dus geef dat een plaats exact. en ga je niet verstoppen in de coulissen. Exact. Zodat je je ook gewoon veilig kunt voelen op die manier. En dat je je ook veilig kunt voelen in je slecht voelen, net als in je goed voelen. Exact. Dat is een mooie overgang naar mijn volgende dilemma voor jou. Iedere dag is een blije dag of je hebt af en toe een druilerige dag? Iedere dag is een blije dag, want zelfs al is die druilerig, is dat toch ook mijn meetstaaf om te weten hoe blij ik ben geweest. Oké. Okay. Dus je hebt er verschillende levels in. Ja, en ik, vind dat, ik geniet even hard van diep verdriet als van diep geluk, omdat ik weet dat ik er dankbaar voor moet zijn, omdat ik anders het tegenovergestelde niet zou kunnen ervaren. Right. En je laatste dilemma, dat is zoals iedere gast die hier komt, iedere ambassadeur die hier komt, die doorprikt één van de drie ballonnen en er hangen er natuurlijk nog twee recht. En als je één van die twee moet kiezen, die je voor de rest van je leven op je hoofd geplakt krijgt, dat, dat iedereen op straat kan lezen, welke van die twee is dat dan? Vrouw, omdat ja? ik daar ook trots op ben, dat okay. ik een vrouw ben. Ja? Ben ja. Want, want uh, je zei op voorhand een beetje: van, Het is pas uh, de laatste jaren dat ik, daar echt, uh, mm -hmm. dat ik echt besef van oké, okay, ik draag dat label. Ja. ja, ik heb gewoon beseft wat dat eigenlijk betekent uh, om een vrouw te zijn. Je bent super sterk in je kwetsbaarheid. We hebben echt de mogelijkheid om, om, om super stevig te staan in de meest kwetsbare posities. En. Super, ik, ik, sinds dat ik zo bezig ben met mijn, met mijn, uh, met mijn menstruatiecyclus, met echt dichter bij mijn lichaam te komen en van de pil af te stappen, omdat dat super chemisch is en eigenlijk best mm -hmm. gevaarlijk voor sommige vrouwen, heb ik dat proberen zo natuurlijk mogelijk te houden en naar mijn eigen lichaam te luisteren en besefte ik van, besef wat wij kunnen doen. Besef dat ik een mens in mijn buik kan laten groeien. Dat is, ik vind dat geschift en ik vind dat ongelooflijk dat een vrouw dat kan en ik ben daar trots op. Een bijzonder mooie appreciatie voor het vrouw zijn. Ja. Uh, Gloria Montserrat, mag ik je heel hartelijk bedanken om hier aanwezig te zijn in Unlabeled. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Ik vond het superleuk en ik wil vooral jou bedanken. Dat is heel graag gedaan. En ja, merci. merci ik ben, echt ik ben merci. helemaal warm van binnen. Helemaal. Dus <laughs> voilà. je daarvoor. De vlam brandt. Hopelijk ja. brandt die ook bij al de luisteraars. Um, en hopelijk vonden die het ook heel interessant om te luisteren. Dikke merci aan iedereen die geluisterd heeft.